Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Voorlopig hebben we te maken met een noordelijke stroming. De lucht is vochtig en onstabiel. Dat zien we dan ook, want we hebben veel wolken. Soms klaart het op en in opklaringen kan het vanavond en vannacht nevelig of mistig gaan worden. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. En morgen zien we ook overwegend veel wolken. Blijft nagenoeg droog. Op een enkele plek valt wat lichte motregen, maar veel stelt dat niet voor. En zo nu en dan breekt de zon even door. Het wordt 7 of 8 graden bij niet al te veel wind vanuit het noorden. Op zondag zien we ook veel wolken met lokaal een spatje regen of motregen. En het wordt opnieuw 7 tot 9 graden bij niet al te veel wind vanuit het noordwesten. Maandag en dinsdag breekt af en toe de zon door, maar er kan ook een enkele bui vallen. En het wordt 7 tot 9 graden. Woensdag en donderdag blijft het nagenoeg droog. Aan de temperatuur verandert nog niet veel. Maar vrijdag en in het paasweekend gaat het kwik omhoog. Op eerste paasdag kan het misschien zelfs 15 graden worden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.